Ja, mooi. Dankjewel, Nick, voor het weer organiseren. Dankjewel jullie, dat jullie hier zijn. Dankjewel, Fellini, voor het filmen. Dat is mooi. Altijd zo'n het half uurtje voordat die satsang begint, dan zit ik hier zo. Er is niks spiritueels aan, ik zit gewoon te wachten. En dan heb ik de geest vrij om rare dingen te bedenken. Dus er kwam net op van, er bestaat zoiets als writer's block. Hè? Dat lijkt me heel leuk. Ik heb dat nooit. Maar je zou ook zoiets kunnen hebben als satsangblok, dacht ik. Ik hoopte een beetje dat dat zou toeslaan. Maar... Want dan zit je zo en er is gewoon niks. Weet je wel, eerst zit er nog zo'n soort van een lichaam en dan... wordt er nog wat geroezemoes waargenomen en dat wordt allemaal steeds vager. Punt 1, omdat jullie langzamerhand ophouden met schuifelen. Maar ook omdat er toch iets van kalmering gebeurt en op een gegeven moment is er gewoon helemaal niks. En dan komt er weer een soort lichte notie van er te zijn, maar geen enkele notie van wat te doen of te zeggen. Ik weet gewoon totaal niet waar het over gaat. Ook toen we hierheen rijden, dit keer hoefde ik zelf niet te rijden. Kasia was mijn chauffeuse, of hoe heet dat? Dan zeggen we af en toe iets, maar eigenlijk is er gewoon niks. Ik weet het niet. En dat is niet erg. Vroeger vond ik dat erg als ik iets niet wist. Plus ik weet altijd, als we zo op vrijdagavond hier beginnen, is het meestal eerst een, langs de lijn noemen ze dat, een rondje langs de velden. Dus een beetje inventariseren en dan kunnen mensen wat grieven kwijt of inzichten of wat mankementen bespreken of iets dergelijks. Dus dat komt altijd wel goed. Oh ja, en voor privacy doeleinden, als je een vraag stelt, eerst even je naam, adres, e-mail, telefoonnummer, Instagram-account, bankrekening. Dan weten we wiens privacy we moeten bewaken. Dan gaat rechtstreeks de stream op. Dus don't worry about it. Dus dan is dat ook weer geregeld. Ik merk dat ik heel veel angst heb. Ik snap dat er voorbij het denken vrijheid is. Maar ik merk dat ik ongelooflijk veel angst heb tot een bepaalde overgave daaraan. En ik vraag me af, en dan heb je het over de doener, maar wat kan ik doen of juist niet doen om die bocht te kunnen maken? Ja, ja, je suggereert dus dat je om die angst heen wil. Ja. Nou precies, ja. Dat kan dus niet. Dus... simplistisch gezegd, wat je tot nog toe geprobeerd hebt, is bij de angst weg te komen, hem te onderdrukken, hem weg te redeneren enzovoorts. Dus je hebt er van alles mee uitgehaald. Nou, de conclusie van dat experiment is, en hè, dat doen we allemaal, het werkt niet. Dus op een gegeven moment kan het inzicht komen dat er nog maar één ding over is wat je nog niet geprobeerd hebt. Dankjewel. En dat is hem gewoon ervaren. Zonder het weg te willen hebben, naar je hand te willen zetten, in te ruilen voor een leuk gevoel. Dus al die bekende strategieën om gewoon eens te gaan voelen en kijken wat het is. Dus niet wat je erbij voelt en van vindt, maar wat het is. Want we kunnen er gif op innemen dat als we iets afkeuren en erbij weg willen of het willen inruilen, dat we het eigenlijk al veroordeeld hebben voordat we het kennen. Wat een tikkeltje ongeïnteresseerd en liefdeloos is. Want je zou ook kunnen zeggen, als we nog even denken dat we een iemand zijn, er is dus een stukje in mij wat bang is en het enige wat het krijgt is afwijzing. Dus zeg ik in mijn spreekkamer wel eens als het over dit soort dingen gaat, stel je eens voor dat je een klein kind hebt of een puppy en die is bang. En die probeert dat duidelijk te maken, want daardoor komt die in je bewustzijn, zeg maar.
en je zegt iedere keer nee, ga weg, rot op. Dan gaat hij niet echt ontspannen. Hij gaat ook niet echt laten zien wat er aan de hand is. Hij kan niet mededelen waar het over gaat. Hij wordt constant aan de kant gezet. En dan denken we nog dat als we constant iets afwijzen, als we dan maar blijven doen, dat het dan overgaat. Dat is een rare theorie. Ik heb nog nooit gezien, dat is een ander ding die ik vaak gebruik, dat als ik 1000 keer tegen een muur duw, dat die daardoor opzij gaat of anders wordt. Het enige wat ik merk is dat ik heel moe word. Die muur niet. Dus een van de basislesjes is, waar je je tegen verzet, daar stop je eigenlijk energie in en je leert het nooit kennen. Dus, en dat is dus niet een kwestie van doen, maar het zou kunnen zijn dat dit kwartje valt en dan verandert spontaan door het inzicht je houding ten opzichte van bijvoorbeeld angst. Of welke emotie dan ook. Het is dus, angst is een intens verzoek om aandacht. En niet een oproep op wijs mij af. Het stukje zit daar meestal al, omdat er ooit iets afgewezen is. Dus nooit proberen, zeg maar, ja, je kunt proberen wat je niet laten kan, om te vluchten naar de stilte of whatever. Maar zoals ik in mijn laatste boek probeerde duidelijk te maken, angst is de guru, niet het probleem. Ik ben niet de guru. Ik ben alleen een soort handlanger van je intuïtie. Of zoiets. Maar die guru is angst. Precies dat wat je aandacht vraagt, daar ligt de mogelijkheid. Dus, en mensen kunnen dus op twee manieren eigenlijk, zeg maar, innerlijk zich afvragen, wat is er aan de hand? Wat is er toch aan de hand? En dan is het meer een klacht. Of vanuit een openheid en een intelligentie, wat is hier nu aan de hand? En als ik wil weten wat er met iets, wat dan ook, aan de hand is, dan moet ik kijken, voelen, luisteren. Niet beginnen met mijn oordelen erop te plakken. Ik moet eerst weten wat het is. Dan kan ik zien wat het betekent of zeggen wil en wat eventueel van mij gevraagd wordt. En dat geldt voor een kapotte fiets net zo goed als voor een emotie. Oké. Thanks. En gaan kijken en luisteren en voelen wat het is, is dus iets heel anders dan gaan bedenken wat het zou kunnen zijn. Dan doe je namelijk eigenlijk net alsof je het al weet. En het is een handiger uitgangspunt om ervan uit te gaan dat je onwetend bent dan dat je wetend bent. Met iemand die het besef heeft, ik ben onwetend op een bepaald terrein, bijvoorbeeld op een emotioneel terrein, die kan leren. Degene die denkt dat hij alle verklaringen al heeft, die leert nooit wat. En die heeft over 10 jaar nog steeds dezelfde verklaringen en dezelfde problemen, obviously. Want ik weet het al, dat komt omdat mijn vader, en daarom ben ik bang.
Oké. Dat is niet een verklaring die de boel helder maakt, maar een verklaring die de boel dood maakt. En onwaar en onvolledig. Want geen enkel verschijnsel op dat vlak heeft maar één oorzaak. Maar het gaat dus om het stukje jaloezie. Om daar meer inzicht in te krijgen en hoe ik daar meer helderheid in krijg. Dus dat is echt de vraag. Wat is de vraag? Ja, hoe ik daar meer helderheid in krijg. Zoals je de rest van de dingen ook onderzocht. Ze doet nou net alsof ze niet weet hoe ze iets moet onderzoeken, terwijl ze dat wel weet. Ja, dat weet ik ook wel. Nou dan. Maar ik wilde, ja, ik blijf zo'n soort van in vast hangen daarin. Dan misschien, als we te snel een resultaat willen, dan is dat geen handige strategie. Dus als we iets zo gevoelsmatig zeg maar willen onderzoeken, dan gaat het erom dat ik dat stukje wat ik wil onderzoeken de gelegenheid geef om tot me te spreken of zich te openen. Als ik te veel druk erop zet, dan voelt dat stukje zich niet welkom genoeg om zich te openen. Dus maybe you need to back off a little. En dus zo'n stuk, jaloezie is ook een van die dingen die altijd afgewezen wordt. Want wat je al zei, jaloezie mag niet. Dat is een slechte eigenschap. No, it's not. Het is gewoon een respons. Maar goed, wat we dan doen inderdaad, is gewoon te frontaal erop af van nu zal ik dit eens even uitzoeken. En dan heeft dat stukje, wat al 100 keer is afgewezen, of miljoenen keren, niet alleen in jou, maar in generaties van mensen, heeft zoiets van, oh ja, daar gaan we weer. Ja, dat is ook wat ik precies wat ik voel dan. Juist. Ja. Dus het leuke is hierbij, van als we die dingen onderzoeken, dat het de hele tijd om dat stukje gaat en niet om mij. Het is dat kind, of dat puppy, wat zich zo safe moet voelen, dat hij laat zien wat er aan de hand is. Als ik zo zit van, ja, wat is er nou aan de hand, man? Nou, dat gaat niet echt helpen. Ik kwam het dus gisteren weer tegen. Ja. Van chop chop, ik heb nog een kwartier. Talk to me! Ik had ook echt zo'n beeld nu. Ja, right, right. En dat is inderdaad, yes. Net voelde ik inderdaad wat pijn doet. Yes. Wat oncomfortabel. En dan doet het meteen dit. En dat is altijd wat ik voel als ik jaloezie voel, dan ga ik bovenop en dan ben ik mee. En in die beweging zit dus al een stuk van de afkeuring. Ik heb niet echt totale interesse, maar ik ga dit onderzoeken om er vanaf te komen. Mm-hmm. En dat voelt het meteen. Dus dat stukje verstaat als het ware alleen maar afkeuring. Nou, de standaardreactie is om ondergronds te gaan. Ze hebben maar twee opties, hè, emotionele conglomeraatjes, of ondergronds, of boem doen. Dan worden ze kwaad als het ware. Nou, in beide gevallen weet ik dan genoeg van mijn houding klopte niet. Het ligt nooit aan dat ding. It's always me. Nee, dus voor het eerst hoe jij het beschrijft, echt vol dat stuk wat in een hoekje werd gedrukt. Juist, juist. Ja. En daar zouden we best enige sympathie voor op kunnen brengen. Het is best sneu, zo'n stukje is al een miljoen keer afgewezen. En onder het mom van spiritualiteit gaan we het dan nog een keer te lijf. Ja, het moet dan gelijk weg. Ja. Nee. En sommige dingen, dat is ook nog goed om te weten, van iets onderzoeken betekent niet per definitie dat het weggaat. Sommige dingen onderzoek je en dan kun je helemaal verstaan waar het over gaat en tot je verwondering kan op een dag blijken, dit hoort gewoon bij dit beestje. Dan is het ook geen probleem meer, maar dan weet je van, ja, deze zal dat altijd zo doen. Dus pas op dat je ook niet in de val trapt van alles wat ik onderzoek verdwijnt. Nee, het houdt op een probleem te zijn en dat kan betekenen doordat het verdwijnt of doordat je inziet, het hoort bij dit beest. Dan is het oké. Een van nature heel druk type kan mediteren en onderzoeken wat hij wil, maar die zal nooit rustig worden. Misschien iets minder opgefokt, maar nooit rustig. Ja, tegen de dood
zo'n uurtje of wat van tevoren, dan wordt het heel rustig. Voor de rest, ze hebben gewoon een iets levendiger natuur. Ja, mag. Dankjewel. Ja, dankjewel. Anders blijf een beetje zitten met onderzoeken. Als ik onderzoek, dan is het een ik wat onderzoekt. Maar als ik werkelijk ga kijken, is het eigenlijk helemaal geen onderzoeken. Het is veel meer waarnemen, zonder oordeel, open. Ja. En dan zou je kunnen vragen, wie onderzoekt wat? Ik niet, ik zou dat nooit vragen. Wat zeg je? Ik zou dat nooit vragen. Nee, dat snap ik wel. Als ik het woord onderzoek hoor, dan is het of dus er toch nog iemand is die zoekt. Ik snap hem. Terwijl er dus ten diepste niks, niemand is die onderzoekt. Het gebeurt, het komt, het blijft en het gaat. Ja. Dus als ik open kan kijken, is het klaar. Ja. Yes. Alleen het probleem wat zich hier voordoet, is dat niet iedereen het ziet zoals jij. Nee, dat klopt. En degene die het nog niet zo zien, moeten onderzoeken. Degene die het wel zo zien, ik heb dat ook, van er valt hier niks te onderzoeken. Er is geen twee dingen meer. Maar toen dat nog wel zo was, ben ik heel blij dat ik een hoop onderzocht heb. Ja. En wat je daarin kan leren in dat onderzoek, is dat als je dus in die modus zit waar we het hier net over hadden, van ik wil het weg hebben, zit je heel erg in die ik, in die doenersmodus. Als je meer gaat naar waar ik het net over had, van hoe dat eigenlijk werkt, dan gaat het steeds meer lijken op die openheid. Namelijk, er is interesse in een verschijnsel, er is kijken, voelen, luisteren. En dan kan het zijn dat dat verschijnsel zich openbaart, zou je kunnen zeggen. Nou, hoe opener die houding is, dus hoe meer jij openheid wordt, hoe makkelijker dat gaat. En als je werkelijk in die openheid voelt en luistert en kijkt, of als die openheid voelt, luistert en kijkt, dan kan eigenlijk geen enkel verschijnsel meer lang overeind blijven. Het gaat de neiging krijgen te vervloeien. Je kunt dan ook zien dat het een proces is eigenlijk. Ja. Yes. Een beweging. Ja, ja. Ja, een beweging. En elke beweging zou dus gezien kunnen worden. Yes. En als dat op dat moment gewoon onderzocht moet worden, als we dan toestaan dat het onderzocht wordt, dan zal het zich vanzelf wel laten zien hoe het zich verder laat zien. Yes, exact. Ja. En dat proces, hè, mm-hmm. Dus dat het onderzocht wordt, is eigenlijk de basis, hè? Ja. Yes. Yes. Als je het goed kijkt, is dat heel mooi, want het is dan een toegangspoort. Ja, yes. En uiteindelijk gaat het dan ook veel meer lijken, niet van een ik die een probleem probeert op te lossen, maar eigenlijk een soort van gewaarzijn proeft een beweging in gewaarzijn. Ja. Dan wordt het heel subtiel. Yes. Mooi. Dat is super belangrijk om te herkennen van waaruit, vanuit welke modus zou je kunnen zeggen, je iets aan het onderzoeken bent. Vanuit het ik wat ze zin wil hebben, om het even grof te zeggen, of het andere uiterste, een openheid die gewoon een beweging gadeslaat. En die openheid, die heeft nooit een probleem met welke beweging dan ook. Terwijl die ik-modus, die heeft bijna overal een probleem mee, inclusief zichzelf. Ja, dat is een hele trieste toestand. Ik hou er niet van. Daar mag jij. Nog eens iets zeggen over die jaloezie. Als je jaloers wordt, dan heb ik al gemerkt, dan denk ik van, je hebt dat niet graag, maar dan denk ik, hoe komt het? Ik doe dat toch. En
hoe vaak is het iets dat niet verwerkt is, bijvoorbeeld, of een gemiste kans, of, en dan zit je, moet je dat toch detecteren, vind ik, zo van, aha, of proberen, zo van, het heeft daarmee te maken. Je moet dat dan kunnen plaatsen ergens. Ja, dat is heel populair, deze benadering. Ik ben daar geen fan van. Lijkt mij niet handig. Dat is wat de psychologen voorschrijven. Ja, okay. Maar wat ik liever heb, is dat het verschijnsel jaloezie op het moment dat het de kop opsteekt, onderzocht wordt voor wat het is. Dus los juist van al die verhaaltjes die zogenaamd verklaren het komt omdat ik toen een blauwtje heb gelopen. Of dat je ziek was of wat. Whatever, ja. Dat zijn hele leuke dingen, maar voor mij zijn dat dus verklaringen die de boel doodmaken. Niet die werkelijk iets oplossen. Dus het prettige effect van zo'n soort verklaring is dat de geest in slaap valt. Van, oh, ik voel me zo hier en daarom. Oh ja, nee, dan is het oké. En de volgende keer dat het weer gebeurt, zul je merken dat de reactie precies hetzelfde is, of nog heftiger. Want er is niks opgelost. Er is alleen een verhaaltje voor het slapen gaan toegediend. En als je er dan positief op reageert, dat je zegt van oké, dat is niet zo, maar... Dat is een trucje. Dat is een trucje. Ja. Ergens positief op reageren doe je alleen als je negatief bent. Dus het is de ontkenning van de werkelijkheid. Oké. Lijkt me een hele slechte strategie. Maar is het niet zo als je het ook face-to-face bekijkt en zegt van oké, ik voel dat, maar... En dan bekijk ik het ook, dan druk ik niet weg. Ja, maar zonder al die commentaren, dus gewoon het te voelen. Ja. Gewoon er interesse in te hebben in wat het is. Dus nogmaals, los van wat ik ervan vind of bijvoel, wat de reacties zijn namelijk erop. Dus los van mijn reactionariteit, gewoon het te zien voor wat het is. Hoe beweegt dit? Wat doet het? Daar open voor zijn en er interesse in hebben, dan komen er hele andere dingen naar boven. En het voordeel is, als je dat doet, niet alleen met jaloezie, maar met allerlei dingen, je houdt op den duur op om bang te zijn voor emoties. Want al die verklaringen zoeken, of het positieve draai geven, of anders gaan denken, dat heeft maar één reden, we zijn bang voor intense emoties. En dus passen we allerlei trucjes toe om ze er maar onder te houden. Terwijl als je gewoon open bent, hou je vanzelf op om bang te zijn voor emoties. De vraag is alleen maar, en die is heel simpel, wat doe ik er nu mee? Ga ik het verklaren, wegeten, wegredeneren, verpositiveren, whatever? Of ga ik het gewoon eens een keer aankijken en voelen zoals het is? Dat is de uitnodiging. En daar komen we pas toe, dus daar is verder geen veroordeling. Daar kom je pas toe, dat zei ik tegen haar net ook, als het je volstrekt duidelijk is dat je andere strategieën niet werken. En daar kun je makkelijk achter komen als je namelijk van alles hebt toegepast op angst of verdriet of jaloezie. En het blijft de kop maar opsteken, heb je blijkbaar niks geleerd. En dan werken je strategieën dus niet. Dus time for a change, I would say. Ja. Is het niet zo dat je op dit wel jaloers bent en iets anders niet of zo? Het is allemaal niet relevant. Je hebt alleen met die jaloezie te maken waar jij mee te maken hebt op het moment dat je ermee te maken hebt. Leven is namelijk heel eenvoudig, het speelt zich hier af. Niet vorige week en ook niet volgend jaar. Nu. Ik heb nu een kans om open te zijn of afkeuring toe te passen in wat voor vorm dan ook. En dat is iedere dag krijgen we daar de gelegenheid toe, want iedere dag worden we wel een keer geraakt door het een of ander. Wat doen we? Vegen we het aan de kant? Doen we het af met een of andere verklaring of trucje? Of ervaren we het gewoon? Die laatste strategie, als je dat een jaartje toepast, dan ben je op een gegeven moment nooit meer bang voor welke emotie dan ook. Het kan ook woede zijn. Je gaat er net zo mee om, laat ik het zo eens zeggen, met welke emotie dan ook in de ideale toestand als met vreugde. Ja, niet dus. Als je blij bent, ga je er niet mee om en je gaat het ook geen plekje geven en je gaat het ook niet verklaren. Right? Je bent gewoon blij.
Nou, de uitnodiging is om op dezelfde manier, namelijk open en onbevooroordeeld, met een zogenaamd negatieve emotie om te gaan, die in de grond van de zaak exact hetzelfde is, een beweging van energie. Ja, daar zit wat in de zaak. Ja, nogal. Ik heb namelijk nog nooit meegemaakt dat er iemand gewoon echt stralend van het geluk mijn spreekkamer binnenkwam en Hans zegt, hoe geef ik mijn geluk een plekje? Zou het komen omdat mijn vader me ooit toen ik 3 was geknuffeld heeft? En dat mijn moeder 2 keer, tot 2 keer toe iets positiefs zei? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar iedereen die komt van, ja, ik ben verdrietig of ik ben bang of weet je wel, en dat is dan heel erg. Ik vind het nooit zo erg. Ik vind ook als ik verdrietig ben, dan was ik er straks nog. Dan was namelijk 1/2 jaar lang bij zo'n klein winterkoninkje in een plantenbak jonkies aan het kweken. Dus dat was allemaal vliegen en druk doen iedere keer als ik daar op mijn terras een sigaret stond te roken. Ik wist niet hoe snel ik hem op moest maken weer naar binnen, want ja, dat beest met die wurmpies. Kom ik er straks een sigaret roken, ligt een van die jonkies dood in een emmer water. Die was net uitgevlogen, toen was ik verdrietig. Maar dat had ook iets heel moois. Plus, ik kan het hier nu vertellen, dat is toch ook weer aardig. Maar 1 kwartier lang liep ik een beetje van kut, fuck, shit. Oh, sorry. Hariom, Shanti, whatever, iets. En hoe ging ik daarmee om? Nou, heel simpel. Gewoon het te ervaren. Niet zeggen dat ik niet verdrietig mocht zijn. Of dat ik niet mocht schelden. Of allemaal dat soort dingen, weet je wel. Gewoon. Dood eenvoudig. Het ging dus, zou je kunnen zeggen, gewoon door me heen. En dan klaart dat op en dan ben je hier en dan vertel je het. En ik vind het nu echt niet erg meer. Straks raap ik hem nog even op en dan kijk ik of ik nog iets eruit kan persen. En niet uit vogeltje, maar... Misschien dat ik die andere uit dat nest haal die nog leeft. Hoeveel newton kan jij hebben? Dat ga ik niet doen, maar het is wel leuk om te zeggen. Ja, die staan al in de kast, die Amerswater, voordat die tweede verzuipt. Blijkt die dadelijk in de kast te zitten en dan verzuipt die daar, dat zul je altijd zien. Ik kom er steeds meer achter dat naam en vorm, dat ik dus, dat wat ik ben er steeds aan vooraf gaat. Yes. En dat is eeuwig stil, zegt niks. Zo gauw ik dan weer in die vorm of in die naam kruip, kan ik identificeren of veroordeel of er iets van vind, dan is het meteen weer in de bubbel zitten. In yes. Is basically the hell. Ja. Maar ja, de kunst is, op het moment dat je in die bubbel zit, om dan daar weer naar terug te keren, dat je in die stilte of in die rust of in die, of in dat. Of, mm-hmm. Het doet me wel goed dat ik daar steeds dichterbij kan, bij kom en het vaker zie als steeds maar weer in die bubbel te blijven. Mm-hmm. Tegelijk is het ook niks. Het is niet, ik kan dan zeggen van oh, het is vroeg. Ik kan er blij om zijn, maar... Alleen in de overgang. Dus... Als die identificatie loslaat, zeg maar, en je bent op de grens van de bubbel en dat, dan is er even vreugde over. Niet als je ja. daar bent, want vreugde telt helemaal niet. Ja, dat is een ego-motief. Het is alleen in die overgang. Dus als we van dat verhuizen naar de identificatie, dan is er een vervelende overgang. Andersom is er een prettige. Ja, die vervelende is altijd die bubbel. Yes.
En daar is dat signaal dus eigenlijk voor. Zodra je dat begint te voelen, idealiter, weet je genoeg dat je, oh, wacht even, we zijn aan het doorschieten. Ja. Dat is het signaal. Daarom riep ik wel eens dat eigenlijk iedere vorm van emotionele verontrusting of pijn betekent maar één ding. Back off! Niet het emotionele aandoening gaan analyseren, psychologeren, oplossen, verklaren, weet ik veel wat. Dan ben je in die bubbel aan het prutsen. Maar ja, dat, ik zie nog steeds niet, dat brengt niks. Nee, dat kan ook dus niet. Die emotie, of dat emotionele gebeuren, is dan alleen maar nog meer of een drama. Yes. Dat is een hele goede daarin. Yes. Ja, wat je dus kunt zien, is dat je als het ware steeds sensitiever wordt om die signalen op te merken. En hoe sensitiever of wakkerder, zo je wil, dat systeem wordt, hoe makkelijker die dit doet. Zodra je bij wijze van spreken dicht met je handen bij die kachel begint te komen, is het al. Terwijl de standaard idioot, die pakt eerst een half uur die kachel beet en pas als het naar brandend vlees stinkt, dan, oh ja! Als je een beetje oplettend bent, een beetje aanwezig bent, dan, oh, terug. Soms nog even zo voor 5 minuten erin. Leuk. Even je irriteren of zo. Dat vind ik dan leuk wel. Dat gaat vanzelf als je niet op bent. Ja. Of als jij even je best doet. Dan ga ik gewoon even vinden dat Kasia even dit of dat anders had moeten doen. Maakt niet zoveel uit wat, hè. Gewoon. Maar dat had ze eigenlijk anders moeten doen. Dan kan ik even. Weet je wel, en dit zou ook even. En dan, ja. Koffie, ja, is goed. Ja. Dat vinden we wel leuk. En omdat dat dus allebei bij ons een behoefte is, hebben wij een hele fijne relatie. Zodra een van ons twee ophoudt met het leuk te vinden en geïrriteerd te zijn, ja, dan is het over. Dat is ook maar half een grapje. Wat bedoel je met back off? Terug. Ja, waarheen? Ja, waar je vandaan kwam. Waar is de bubbel? Ja, uiteraard. Het is heel makkelijk. Ja, maar dat is een smoesje, want dan ben je wel. Let even op. Gedachten, hè, bijvoorbeeld, die neem je waar, toch? Je weet toch dat er gedachten zijn? En je weet ook wanneer ze er niet zijn, right? Ze zijn er altijd. Is dat zo? Nou, dan moet je even kijken nu. Ik heb toch altijd een gedachte? Nee, dit is een gedachte. Je moet nu even kijken of de stelling klopt. Zijn er altijd gedachten? Dat betekent 24 uur per dag, continu. Geen spatie, geen pauze ertussen. Really? Kijken. Nee. Dus, zijn er altijd gedachten? Nee. Right, good. Dus, je bestaat als er gedachten zijn en als er geen gedachten zijn. Right? Dus, je gedachten ben je niet. Nou, hetzelfde geldt voor fysieke sensaties. Soms zijn ze er, soms niet. Dus, fysieke sensaties, oftewel je lichaam, ben je ook niet. Nou, voor emoties geldt hetzelfde. Er zijn niet altijd emoties. Dus je bestaat als er emoties zijn, maar ook als ze er niet zijn. Kortom, je gaat eraan vooraf. En het andere wat eruit volgt is, gedachten, emoties en fysieke sensaties zijn waarnemingen. Niet wat je bent, maar wat je kent. Net als een lepeltje. Nou is het er en je bestaat, nu is het er niet en je bestaat. Kortom, je bestaat los van je gedachten, gevoelens en je fysieke sensaties. Je associëren met die drie is dus in de bubbel leven. Of in de hel, kun je beter zeggen. Als jij zegt back off, dan
ben ik er niet of ben ik dan observant? Dan ben je inderdaad dat wat waarneemt en niet meer het leidend voorwerp. Maar ik ben dan ook geen observator meer? Nee, geen observator in de zin van dat het een ding is. Strikt genomen namelijk, dat wat waarneemt is onpersoonlijk. Terwijl gedachten, gevoelens, fysieke sensaties zijn persoonlijk. Feitelijk ben jij dat wat het persoonlijke gedoe waarneemt. En het is dus onhandig, als je dat bent, om je te gaan associëren of opstellen als een bundel waarnemingen. Want als we dus werkelijk zien, niet als we dit gaan vinden of geloven, als we zien dat gedachten, fysieke sensaties en emoties waarnemingen zijn, is het tamelijk krankzinnig om je op te gaan stellen als een samenklontering van drie waarnemingen. Dat is toch raar? Ik kan net zo goed zeggen, lepeltje, glaasje, pen. Drie dingen, dat is waar ik ben. Als je dat gaat zeggen hardop, dan zit je zo met zo'n raar jasje aan, weet je wel. Maar als je zegt, ik ben mijn gedachten, gevoelens en fysieke sensaties, zeggen ze, ja, tuurlijk, ik ook. Behalve ik dan, ik denk dan van, ik zeg niet dat die er niet zijn, maar dat ik dat zou zijn, come on. En we maken het nog bonter, want als we een beetje opletten, hebben we door, zou kunnen, hè? Ik denk dat dit een intelligent publiek is. Ik ga de gok wagen. Dat gedachten, die zijn veranderlijk, hè? Want je hebt nooit je hele leven lang één gedachte die staat als een blok, hè? Het fluctueert, hè? Dat geldt ook voor fysieke sensaties. Die zijn veranderlijk. En voor emoties geldt ook hetzelfde. Dus dan zijn drie veranderlijke dingen die in beeld zijn, niet altijd. Wisselen elkaar af en ze veranderen de hele tijd. En toch zijn we ervan overtuigd dat we een vaststaand ik zijn. En dat ik is dus de samenstelling van drie veranderlijke waarnemingen. Ik vind het echt een slap verhaal. Drie veranderlijke dingen die er niet de hele tijd zijn, terwijl ik wel de hele tijd ben, die zou ik dan zijn en daar is een vast congruent ik ben zo ik. Is dat een statisch... Weet je hoe makkelijk het is? Nee. Weet je hoe moeilijk het is om te geloven dat ik drie veranderlijke, niet altijd aanwezige waarnemingen zou zijn? Dat vind ik moeilijk. Ja, ik snap het. Ik begrijp het gewoon niet. Nee, maar als ik ze hoor vragen, dan snap ik het niet, maar ik zie het niet in. En dat is ook prima. Of ik wil het niet in. Ook dat is een gedachte. Het punt is gewoon, de mogelijkheid is, speel hier gewoon eens mee. Check dit voor jezelf. Wordt dit niet ook waargenomen als je je weer eens druk maakt? Of blij voelt ergens over, of verdrietig? Is het niet gewoon een waarneming? Op dit moment was het verdriet er niet, dan komt het verdriet in beeld. En na een tijdje is het weer weg. De hele tijd staat die waarnemendheid aan. Onveranderlijk hetzelfde. En die emotie die beschrijft zo'n vorm. En hij duikt weer weg. Er komt een wolk gedachten komt aan. En op een gegeven moment is de energie eruit, want dat is altijd zo. En dan wordt het stil, al is het maar even. Die waarnemendheid die staat gewoon aan. Er verandert geen zak aan. Dan komen er heftige fysieke sensaties op. Darmproblemen, een hernia, weet ik veel wat. En na een tijdje is het weer over. Ook dat beweegt trouwens de hele tijd. En die waarnemendheid die staat gewoon aan. Wordt er geen spat anders van. Check this out. Geloof dit niet. Check it. Als je het echt gaat onderzoeken, dan kun je hier niet omheen. Alles verandert, behalve dat. En toch zeggen we tegen die veranderlijke brei, dat ben ik. En dan dus ook nog alsof het een statisch, vaststaand, continu iets zou zijn. Terwijl als je een beetje oplet, er is niets constants te vinden. Nergens. Het is echt zo'n bizarre theorie. 7 miljard idioten trappen erin. Het is onbegrijpelijk. Maar goed, als je dat dan een beetje gezien hebt... Nee, niet een beetje. Dan, ik praat wel hard genoeg. Dan... Een microfoon. Ik vind het echt een waanzin.
maatloos systeem. Ja, er zitten ook doven en slechtzienden hier. Ik weet het, dus het is weg. Dus als je dit een beetje gezien hebt, zei je? Als je dit een beetje gezien hebt, dan zeg je tegen die waarnemendheid in. Dat kan, dat maar... Dat is heel raar, hoor. Maar dat hoeft niet. Nou ja, die verleiding heb ik zo opkomen. Dat mag ook. En dan, als je dat dan onderzoekt, dan blijkt dat, dat hou je niet overeind. Nou, het is gewoon niet praktisch. Het blijkt gewoon niet kloppen. Ja, maar ook niet onwaar. Ik zou eerder zeggen dat dat ik is dan dit verschijnsel. Maar het punt is, als de realisatie er is van wat je bent, hoef je dat niet de hele tijd te zeggen. Ik weet dat ik dat ben. Maar ik hoef dat niet de hele tijd te roepen. Dat is het verschil tussen jou en mij. Misschien ben ik gewoon laks. Maar het is helemaal niet raar als er eerst gedacht wordt, ik ben dit. Ja. En dan wordt ingezien dat dat niet waar is en de boel verschuift naar bewustzijn. Ja, natuurlijk. Om het op een andere plek als het ware neer te leggen. Dat is helemaal niet raar. Op een gegeven moment nogmaals, dan houdt dat gewoon op een issue te zijn. En dan ga je ook niet aan de dinertafel zeggen, nee, ik ben bewustzijn. Hey, zelfs ik niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat weet je dan gewoon. Ik kijk gewoon een beetje rond. En, ja. En je blijft gewoon, tenminste, dat is hier ook het geval. En Ramana reageerde ook als ze riepen van, hey Ramana. Weet je wel, dan kijkt hij ook om. Meestal, soms was hij onoplettend. Maar dat heb ik ook, dus dan zeggen ze Hans en dan meestal kijk ik wel om. Of dat heb jij gedaan en dan zeg ik meestal ja, inderdaad, dat heb ik gedaan. En dan zijn ze, kan ik zien aan het gezicht of ik het dan goed heb gedaan of niet. Volgens hun dan, hè. Maar dat geeft niks. Maar dan zeg je ook ik tegen en je weet beter. Nou ja, weet je wat het leuke is? Het is een beetje contextafhankelijk. Dus als ik tegen jou aanstoot, dan zeg ik gewoon sorry dat ik tegen je aanliep. En dan bedoel ik met die ik dit ding. Oh. Dat is gewoon handig. Dat is gewoon taalgebruik. Maar ik geloof niet dat ik beperkt ben tot dit ding. Ik deed het ook niet expres. En zelfs al zou ik het expres doen, dat heb ik niet gemaakt. Dat komt gewoon op. De zin om ineens tegen je aan te botsen, ja, die heb ik niet verzonnen. Weet je wel, it just occurs. Dus ik weet dat er ten diepste niemand ergens schuld aan heeft, omdat niemand eigenlijk iets doet. It's just the functioning, zal ik maar zeggen. Maar in het dagelijks verkeer heb je daar niks aan. Ik rijd door rood, dus ik krijg een bekeuring. Dan kan ik wel zeggen van, ja joh, dat is de functioning, dat was ik niet. Dat trapt hij niet in. En gelijk heeft hij, dat is prima. Maar het kan wel even raar voelen. Als mensen heel erg op dat ding gaan dingen plakken of whatever, terwijl jij een gevoel hebt dat je een soort kijkend gat bent, weet je wel, jij dit en dat. Talking to me. Oké, ja, nee, is goed. Ja, dat heb ik gedaan. Vreselijk, hè? Oh nee, vreselijk. Zo goed. Ja, dat is het spel. Ja. Dat is best wel grappig. En soms een beetje awkward. Ik weet niet hoe dat heet in het Nederland. Ongemakkelijk of zo. Iedereen bekend vanuit zijn perspectief. Ja, dat nou, ik denk van ik moet dat niet, dat is niet op mij gemunt, dat is in het algemeen. Yes. Maar natuurlijk, op een gegeven moment, ja, sommige dingen. Ja, je moet toch nog een soort van hoofdlijkheid zijn, of een soort van, maar dat kan niet heel erg storen, dan moet je toch zijn. Ja, zonder te hechten aan het resultaat. Want dan moet je dus weer niet te veel en niet te weinig willen. Ja, nou, liever eigenlijk helemaal niks. En dan ga je merken dat ook dit dus geen strategie is, maar gewoon vanzelf gebeurt. Als er energie genoeg voor is, dan zal ik ergens op ingaan of iets van zeggen. Is er niet energie genoeg, dan wordt het niet gezegd. En in beide gevallen vind ik daar niks van. En ten diepste jij ook. Want als we allemaal eerlijk helemaal naar binnen zouden durven kijken, komen we tot een schokkende ontdekking. Wat je werkelijk bent, vindt nergens iets van.
Nou, en als je daar dus... Als je daar doorheen blikt, dan denk je, ja, dat kun je mij eigenlijk niet echt raken. Nee, exact. Dat is namelijk onmogelijk. En tegelijkertijd is er een soort organisme met een karakter en een soort geconditioneerde aanwezigheid van allerlei ervaringen. En die, de ene zal dit leuk vinden en de ander dat. Ja. Nou, dat kan vanuit een totale identificatie plaatsvinden. Dan wordt het een toestand of het kan vanuit die losheid functioneren. Nou, dan wordt er her en der iets geroepen zonder al te veel te hechten aan het resultaat. Ik weet dat ik iets moet zeggen, maar die ander die hoeft niet te doen wat ik zeg. Ik ben zijn baas niet. Je toch zeggen dat je niet helemaal klaar mee bent. Ja, blijkbaar. Want en dan is het helemaal niet. Right. En dan is het dus een uitnodiging om het te onderzoeken. Of als we er gemakkelijk vanaf willen, dan parkeren we het bij die ander. Dat heet dan veroordelend zijn. Dat is heel makkelijk. Dat is dus geen oplossing. Nee, nee. Maar het is wel heel populair. Want zodra ik veroordeling gebruik, hoef ik er niks meer mee. Komt door die ander. Simpel zat. Weet iedereen. Die ander is gewoon een lul. En daarom voel ik me zo. Ja. Of niet dan? Ja, zeggen al je vrienden. Dan bent dat ook kwetsbaar. Als je de dingen zegt zoals ze zijn. Ja. Dat is het kwetsbaarheid, hè? Maar alleen weer als je je associeert met dit ding. Want wat je werkelijk bent is helemaal niet kwetsbaar. Nee, maar ja, je moet ook niet doen alsof dat de koning hemzelf. Nee, maar dat is weer een houding aannemen. Dat bedoel ik niet. Als het inzicht er is dat je onkwetsbaar bent, ben je gewoon niet bang voor de gevolgen als je iets zegt. Dan hecht je dus niet aan het resultaat, welke kant het ook opgaat. Dus dan kan iemand het met je eens zijn. Nou, fijn, goed voor die ander. Dan heeft hij iets begrepen. Of ze worden boos. Nou, is ook leuk. Ja. Het maakt dus niet uit in de zin van dat het vrij is. Maar het is dus een inspanning om... Iets te, allee, om dingen te zeggen. Voor mij niet. Binnen, voor mij niet. Wel, voor mij wel. Ja, oké, okay, I get that. Ik vind het wel de moeite om het te doen. Ja, absoluut. Good for you. Ja. Zou ik ook zeker doen, want anders blijf je inderdaad met die angst om te laten zien hoe het voor jou is zitten. En dat is een beetje jammer. Meer dan deel van de mensen zo. Ja, dus uiteraard. Dus moet er even vrede te bewaren. Yes, exact. Dat denken ze dan, maar de werkelijke reden is dat ze het ongemakkelijke gevoel proberen te vermijden. Natuurlijk. Er wordt geen vrede bewaard. Er wordt een niet heldere situatie voortgetrokken. En ligt het daar misschien in, als je dat helemaal doorvoert, dat je dan eigenlijk moet verlichting bereikt? Omdat je dat, nee, dan, dat word je, zit. Dan word je op zijn minst volwassen. Of je er wakker van wordt, dat weet ik niet. Voor jezelf weet je bij manier van spreken dat je recht in je schoenen staat. Yes. Maar natuurlijk, het is niet altijd juist wat je denkt. En dat klopt. Dan iets, maar goed, ook ja, en dan kom je erachter, weet je wel, mocht je een keer iets zeggen, als je gewoon eerlijk bent, en je blijkt ernaast te zitten, dan zeg je toch, sorry, ik zag het verkeerd. Dat is beter dan die 10 andere, dus als je 1 op de 10 keer ernaast zit, so what? Die andere 9 keer was het wel aan de orde. Het is dus ook de communicatie. Yes, yes. En wederom, van als je dus niet zo druk maakt om het resultaat, je kunt altijd gecorrigeerd worden. Maar ik word liever door de realiteit van een ander gecorrigeerd, dan dat ik in mijn hoofd zit te bedenken wat die ander kan gaan doen of vinden. Want dan zit ik niet met de realiteit te dealen, maar met de ficties in mijn hoofd. Dus als ik echt iets vind, dan zeg ik het gewoon. En door de reactie die terugkomt, kan het dan bijgestuurd worden, kan het zijn dat ik ernaast zit. So what? Natuurlijk zit ik er wel eens naast. Ik vind het niet erg. Sterker nog, ik weet het maar liever. Want als ik het niet uitspreek, blijf ik mijn hele leven ernaast zitten. Ik begrijp jou. Ja, goed. Mooi, dan gaan we nu koffie drinken.